Daar zijn we intussen in maand 8. Ja, we hebben er intussen al 7 en daarmee deze keer de 8e maand opzetten. Het is eigenlijk al 2/3 van het jaar wat we samen gepland hadden. We waren net nog even een beetje aan het reflecteren met Marlijn over het allereerste webinar. Ik weet niet of je daarvan gezien hebt. Waarschijnlijk staat nu de verkorte, geknipte versie online. Maar goed, toen had ik een kriebel in mijn keel en werden we met enig enthousiasme afgeleid door de chat. En nou ja, zijn we toch een heel eind gekomen. Maar vooral jullie zijn een heel eind gekomen. Want als je daadwerkelijk alle video's gekeken hebt tot nu toe, dan heb je een enorme bak met kennis opgedaan. Heb je zoveel geleerd over hoogbegaafdheid, dubbelbijzondere kinderen, toptalenten. En als je dan ook nog eens een keer de discipline hebt gehad om er iets mee te gaan doen, om het in de praktijk te brengen, nou ja, dan zou je nu, als het goed is, echt al veel, veel resultaat moeten zien. Dan zou je je ontspanner en competenter moeten voelen in het maken van keuzes over, nou ja, rondom je kind. Rondom onderwijs, rondom begeleiding. Je zou eens goed zijn hoop gedaan moeten hebben met zelfzorg. Je zou beter in je eigen vel moeten zitten en beter in je kracht moeten staan. Je zou doelbewuster moeten zijn in van, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Waar werken we nou eigenlijk naartoe met onze kinderen? Wat zijn de belangrijkste vragen? Wat zijn de belangrijkste dingen die we kunnen bieden? Dus ik hoop echt, nou ja, dat je al die verschillende onderdelen gekeken hebt, maar vooral dat je elke keer er iets uitgehaald hebt om te gaan doen. En weet je, als dat te groot wordt, misschien zeg je, nou, ik ben aan het kijken en ik neem het me elke keer voor, dan zou ik je echt willen aanraden, kijk het deze keer en haal er aan het einde maar één ding uit. Neem één ding, zeg, dat ga ik doen, app het naar een vriend, vriendin, je partner, weet ik wie, en zet het ergens in je agenda, want dat is de manier hoe je het concreet in de praktijk gaat brengen. Want anders dan heb je zo meteen een hoofd vol met kennis, maar uiteindelijk is het natuurlijk het hele punt dat je samen met je kind iets anders gaat doen in de praktijk. Dus, nou ja, goed, wederom het deel van de hele serie. Als je hierin binnenkomt, omdat je toevallig net een mailtje doorgestuurd hebt gekregen, ga even terug naar opvoedvaardig.nl. Laat je e-mailadres achter, dan krijg je gewoon de video's, krijg je de webinarserie, de eerste 4 met het totaal overzicht. En daarna krijg je alle 7 maanden die erachter aankomen. En, nou ja, kun je daar in deze 8e maand bekijken. Uitgangspunt elke keer, het is een modern tempo, ook geeft veel te veel informatie in een korte tijd om gewoon ontspannen te kunnen kijken. Dus kijk het in brokjes, maak aantekeningen en ga de dingen opzoeken die jij relevant vindt. Nou, we gaan vandaag weer door de 6 verschillende sporen heen. Kennis en kunde, begaafdheid. We gaan het over asynchrone ontwikkeling en kloven hebben. Opvoedvaardig. Hoe ga je het gesprek aan met school? Zowel wanneer het goed gaat, hoe kun je investeren in een fijne relatie, maar ook wanneer het soms wat lastiger gaat. Rondom toptalenten begeleiden gaan we eigenlijk weer terug helemaal aan het begin naar het universele talentmodel. Om weer vanuit een overzicht te kijken wat heeft mijn kind nodig. In de dubbelbijzondere categorie gaan we kijken naar zelfbeeld. Hoe kijkt een kind naar zichzelf en hoe kan dat zelfbeeld negatief beïnvloed worden door die dubbelbijzonderheid? Nou, bewust ouderschap gaan we wat coachingtechnieken bekijken, de SMART en de GROW-methode, om, nou ja, vanuit die doelen die je gesteld hebt stapsgewijs vooruitgang te maken. En vanuit jouw kracht naar je kinderen gaan we kijken naar de 6 menselijke behoeften, de 6 human needs van Tony Robbins. Omdat het model voorbij kwam als één van de modellen om te kijken naar jezelf en naar je kinderen, hoe je je keuzes maakt. Dus, nou ja, enorm overzicht, we gaan weer een heleboel interessante dingen doen. Zorg dat je eventjes de tijd neemt, kopje thee, bak popcorn erbij. Vooral misschien pen en papier om via je telefoon om wat aantekeningen te maken. Want de vraag is, hoe ga je dit in de praktijk brengen? Nou, als we kijken naar kennis en kunde van begaafdheid, zijn we door allerlei verschillende onderdelen heen gegaan. We hebben gekeken naar theorie, naar IQ, naar modellen, naar Dabrowski, verschillende ontwikkelings, overexcitabilities. We zijn gekeken naar verschillende types, naar die embodio's, naar het zijnsluik, naar allemaal verschillende perspectieven. Een van de woorden die voorbij komt, en daar heb ik niet echt, ben ik daar een fan van, maar goed, gaat over de verbaal performaal kloof, of een kloofkind, als je dat dan helemaal, zoals van bijna stigmatiserend wil uitleggen. En waar het eigenlijk over gaat, is een soort van asynchrone ontwikkeling in het kind. Waarbij, zoals van de ene leeftijd in het kind niet overeenkomt met een andere leeftijd in het kind. Nou, als ik naar mezelf kijk, op een gegeven moment heeft iemand mij gezegd van, ja, je bent nu 11 qua leeftijd, je probeerde me uit te leggen, zeg maar, ik had een hele testbatterij gehad. Je bent nu 11 qua leeftijd, zo lang besta je al. Maar als we kijken naar je hersenen en je analytisch vermogen, dan ben je waarschijnlijk 19 ongeveer. Maar als we kijken naar jouw sociale leeftijd, zeg maar, van met wie je vanzelf zou spelen, dan zou dat waarschijnlijk met kinderen van 8 zijn. En motorisch zou je ongeveer, nou ja, spelen met kinderen van 7 of zo. Nou, dat zeg maar om aan te geven dat er een enorme range in mij bestond. En nou ja, dat legde mij ook wel een beetje uit van, ja, waarom ik vooral met volwassenen wilde praten als ik iets intelligents wilde doen. En vooral met kleinere kinderen ging spelen als ik ergens op een feestje was of zo. En nou ja, dat ik weinig aansluiting bij mijn klasgenoten vond. Nou, we gaan door de verschillende kanten heen
asynchroon ontwikkeling, disharmonisch profiel, een verbaal-performaal kloof. Nou, waar komt dat nou allemaal vandaan? Nou, die verbaal-performaal kloof die komt uit het ontwerp van een specifieke IQ-test. En dat is de WISC-3. Dus uit de Wechsler-familie noemen ze dat. Dat is een hele serie met IQ-testen. En deel 3, die gebruiken we tegenwoordig niet zo heel veel meer, want we zitten intussen op deel 5. Maar in deel 3 kwamen daar eigenlijk 2 sub-IQ-scores uit en 1 totaal IQ-score. Je kreeg je performale IQ, je kreeg je verbale IQ en daar kwam je totaal IQ vandaan. Nou, performaal is vooral je vermogen om dingen te doen, je analytisch toepasbare vermogen. Je verbale IQ ging vooral over hoe je met taal dingen kon verwoorden of dingen kon begrijpen en dat soort dingen. Je totaal IQ was een combinatie van die twee. Nou, een verbaal-performaal kloof werd over het algemeen aangegeven op het moment dat één van die scores veel hoger is dan de ander. Dat je een veel hogere verbale score had dan een performale score of andersom. En de aanname is daar een beetje bij van als je een hoge performale score hebt, maar een lagere verbale score, dan kun je dingen wel verzinnen en oplossen, maar dan krijg je het misschien niet zo goed gecommuniceerd. Of je krijgt het wel goed gecommuniceerd, maar je krijgt het niet zo goed rond en uitgevoerd, zeg maar. Nou ja, dat is heel globaal, want überhaupt die verbaal en performaal scores die komen voort uit tientallen subtests, zeg maar, en subschalen. En eigenlijk is de duiding van die test is echt, nou ja, is echt werk van professionals. We hebben net het internationale congres gedaan. We hebben Paul Beljean, is een, een Amerikaanse klinisch psycholoog die met name met hoogbegaafde kinderen werkt. En die heeft echt heel, die kan echt dagen praten over hoe je IQ-test op een zo slim mogelijke manier interpreteert. Van waar komt het nou vandaan? Is het nou verwerkingssnelheid? Is het concentratievermogen? Van wat zit er nou onder die verschillende subtests die niet uitkwamen? Goed, tot nu toe wordt er heel vaak natuurlijk alleen maar met die cijfers gewerkt. En nou ja, dan was het is een IQ van 129 of een IQ van 135 of een IQ van 120. Nou, dan was het al een stapje dieper om te kijken. Nee, maar het is niet een IQ van 130, het is misschien een verbaal IQ van 140 en een performaal IQ van 120. Moet je overigens trouwens niet vergissen, hè? Er zit een kloof van 20 punten in, wat een enorme kloof is. Maar een IQ van 120 op verbaal is nog steeds behoorlijk ver boven gemiddeld. Maar goed, dit werd als een van de redenen zien dat sommige kinderen die hoogbegaafd zijn, dat ze vast gaan lopen of dat ze uitdagingen hebben. Omdat die verschillende niveaus binnen henzelf niet overeenkwamen. Nou, de andere kant die hieronder zit, is eigenlijk die vraag naar van, ja, hoe zit dat eigenlijk met die ontwikkeling? Hoort die gelijk op te lopen en loopt die altijd gelijk op? Als kinderen geen 6 zijn, dan mag je officieel nog niet zeggen dat ze hoogbegaafd zijn. Nou, sowieso is hoogbegaafdheid natuurlijk geen diagnose. Hè. Er is geen DSM, dat is zeg maar de grote gids waar alle stoornissen in staan. Daar staat hoogbegaafdheid niet in, want hoogbegaafdheid is geen stoornis. Dus ook een goede IQ-test, daar hebben we het al eerder over gehad, hè, zegt alleen dit kind heeft gescoord in het hoogbegaafde spectrum. Maar zelfs dat is eigenlijk niet te zeggen wanneer een kind onder de 6 is. En de reden dat we dat doen, is omdat kinderen op dat moment nog asynchroon ontwikkelen. Tenminste, dat is eventjes de aanname in de wetenschap. Dat tot en met 6, dat ken je misschien wel als je een kind van 2 hebt, dan zijn er periodes dat ze bezig zijn met woordjes leren. En dan komen er bij misschien elke dag wel 5 woordjes bij. Maar qua lopen, kruipen, rennen, springen en motoriek komt er heel weinig bij. Maar misschien 3 maanden later, dan is die woordenschat in één keer enorm gegroeid. Dus dan loopt het kind eigenlijk een beetje voor qua woordenschat, maar een beetje achter qua motoriek. Dan verschuift die aandacht. En dan gaat misschien in één keer de aandacht helemaal naar motoriek. En dan komt er geen woord meer bij. Dat blijft eigenlijk stilstaan, maar die motoriek die wordt steeds beter. Nou ja, en dan haalt die motoriek weer in. Nou, zo zie je dat eigenlijk asynchroon, dus niet gelijk, ontwikkeling, nou ja, eerst een beetje hier, dan een beetje daar, dan een beetje daar. En dat gaat eigenlijk all over the place. En als je op een willekeurig moment zegt, nu ga ik daar een soort van de thermometer in stoppen, ja, dan zie je in één keer een disbalans, dan zie je die asynchroniteit. Nou, omdat dat normaal is bij kinderen die opgroeien, in ieder geval tot met 6, hebben we daarbij gezegd, nou ja, dan wordt het moeilijk om vast te stellen of je hoogbegaafd. Want als ik hem test precies op het moment dat hij hoog is op zijn cognitieve vermogens, dan denk ik op dat moment dat hij heel ver voorloopt, maar dat heeft weinig voorspellende waarde voor de toekomst, misschien dat hij de dag erna weer een soort van een pauze komt te staan. Nou, ik ben er wat voorzichtig in, want de aanname is dat kinderen zich vanaf hun 6 synchroner gaan ontwikkelen. Nou, die leeftijd van 6 is niet geheel toevallig, want de leeftijd van 6 is wereldwijd de leeftijd dat wij gestructureerd kinderen gaan scholen. We gaan kinderen een synchroon aanbod bieden. En de aanname is natuurlijk, of het gevolg is natuurlijk, als we ze synchroon aanbieden en ook nog eens een keer weigeren om daarin differentiatie toe te passen, ja, dan dwing je kinderen om zichzelf synchroon te ontwikkelen. Dat betekent niet dat kinderen dat van nature doen, want de meeste mensen die zijn, nou ja, als jij en ik aan het leren bent, dan gaan we misschien duiken we in een sport. Of daarna duiken we in een of andere intellectuele activiteit. Dus dat doen we meestal, zeg maar, in sprints veel meer dan gelijk. Goed, de aanname hieronder is wel dat het vanaf 6 synchroon loopt. Het punt is dat sommige kinderen asynchroon blijven, hun leven lang.
En dat is omdat het gat zo groot wordt, omdat ze misschien een ontwikkelingsstoornis ergens op hebben. Of nou ja, misschien zit daar gewoon minder talent. Of nou ja, er zijn allerlei fysiologische, biologische, neurologische redenen voor. Maar de praktijk is dat er dus verschillende leeftijden in een kind kunnen bestaan. Maar wat ik er heel erg belangrijk vind, is dat we breder kijken dan alleen maar verbaal en performaal. Want verbaal en performaal is vooral een gevolg van de testen die we gebruiken. Maar die testen zijn niet de werkelijkheid, die zijn een poging die werkelijkheid weer te geven. Nou, Howard Gardner is een van degenen die een soort van voorschot heeft genomen en heeft gezegd van, nou ja, weet je, we zouden breder naar intelligentie moeten kijken. Het is niet alleen maar analytisch vermogen en taalvermogen, want dat zijn eigenlijk de hoofdcategorieën die we met name in het schoolsysteem gebruiken. Maar er zijn nog veel meer intelligenties. Hij kwam al met 7, 8, later geloof ik zelfs met 9. Er is heel veel commentaar geweest op zijn wetenschappelijke aanpak, die lijkt niet zo vreselijk solide te zijn. Dus zijn daadwerkelijke conclusies zijn moeilijk als valide over te nemen. Het uitgangspunt dat we verschillende ontwikkelingsgebieden hebben, dat is wel redelijk herkenbaar. En dat er wel een soort van algemene G-factor is, een algemene intelligentie die nou ja, aanwezig is. En nou ja, bijvoorbeeld bij hoogbegaafden dat hoger is, maar dat je daarbinnen nog wel specifieke gebieden hebt. En hij kwam met heel andere gebieden als natuurintelligentie, je vermogen om verbonden te zijn met de natuur en ecologie te snappen. Intrapersoonlijke intelligentie, je vermogen tot zelfreflectie. Interpersoonlijke intelligentie, je vermogen om met anderen te verbinden. Nou, dat zijn hele andere intelligenties, maar dat is vooral om dus aan te geven dat die asynchroniteit over veel meer gebieden kan gaan. Nou, dit is een van onze hoofdonderwerpen die wij in onze gevorderde opleiding meenemen. Als je bij onze gevorderde opleiding komt doen, dan gaat het bijna altijd over ontwikkelingslijnen. Verschillende varianten van ontwikkelingspsychologie, je morele ontwikkeling, je emotionele ontwikkeling, je cognitieve ontwikkeling. Al die verschillende ontwikkelingsgebieden gaan we proberen in kaart te brengen. Onze begeleiders trainen we daar dan op om dan te kijken wat nou als bijvoorbeeld een kind moreel een relatief laag ontwikkelingsniveau heeft. Bijvoorbeeld heel erg van als ik niet gestraft word en geen strafbeloningen, dan doe ik helemaal niks. Maar cognitief en begripsgewijs en intellectueel een heel hoog niveau heeft. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe kun je die op een effectieve manier begeleiden? Nou, voor nu is het belangrijkste om jezelf te realiseren dat het dus mogelijk is dat er meerdere leeftijden in je kind leven. En wat ik dan soms zie, en dat vind ik dan toch wel lastig, dat een kind op één niveau bijvoorbeeld functioneert op een 18-jarige en dat we daarna gaan rationaliseren dat eigenlijk toch wat onderontwikkeld gedrag op een ander gebied, bijvoorbeeld dwarsgedrag of geen sociaal gedrag of dat soort dingen, dat we het gaan uitleggen als superieur. Sommige kinderen hebben gewoon die asynchroniteit, die hebben daar gewoon nog wat te leren en dat is oké, daar is niks mis mee. En natuurlijk, sommige kinderen liggen wel echt voor, maar goed, als het goed is als ze er ver voor liggen, dan zouden ze ook over zichzelf moeten heen kunnen stappen. Dus de vraag aan jou is, zonder dat we het super technisch maken, want dan zitten we meteen aan een jaaropleiding van 20 dagen vast. Maar wat zijn de referentieleeftijden van mijn kind? Als ik een beetje om me heen kijk, naar mijn andere kinderen kijk, naar kinderen van vrienden kijk, die hopelijk niet allemaal hoogbegaafd zijn, want anders zijn het niet echt referentiegevallen. Maar nou ja, als ik naar het sociale gebied kijk, hoe die speelt met anderen en hoe die afstemt. Als ik kijk naar zijn emotionele leeftijd, hoe die omgaat met zijn emoties. Zijn zelfsturingsleeftijd, hoe die zelfverantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen leven en dingen kan plannen en uitvoeren. Zijn morele leeftijd. Hoe, zeg maar, is het als ik niet gepakt word, was ik niet fout? Of is het, we moeten samen ons aan de regels houden? Of moeten we samen streven naar hogere principes? Wat is dat model dat eronder zit? En cognitief, weet je, hij denkt als een hoeveeljarige. Nou, kijk eens naar die verschillende onderdelen en kijk eens of daar nou een enorme asynchroniteit in zit. En ga eens kijken, wat betekent dat dan? Probeer eens voor te stellen, wat zou het zijn als ik in deze situatie naar binnen moet lopen en ik ben een 8-jarige, terwijl ik 11 ben? Nou ja, dan snap ik wel dat bijvoorbeeld een vriendinnetje vinden best ingewikkeld is. Want nou ja, daar zit zo'n groot gat in. Of als je moet gaan gymmen, dan is de vraag of het goed uitkomt. Dus zo, ga eens even kijken naar hoe die asynchroniteit werkt en accepteer dat. Mocht je een grote asynchroniteit zien, nou, dan zou ik je echt aanraden om het dubbel bijzonder sporen nog eens een keer goed te bekijken. En er begeleiders bij te vinden. Want dit is echt een specifieke tak van sport waar je echt expertise voor nodig hebt. Tot zover voor kennis en kunde, begaafdheid. Dan gaan we naar opvoedvaardig, vaardigheden voor jou als ouder. Nou, en een van de vragen die ik het meeste krijg is, hoe ga ik om met de school? De vorige keer hebben we het gehad over de technische kant daarvan. Waar heb ik recht op? Hoe werkt passend onderwijs? Hoe werkt de jeugdzorg en dat soort dingen? Maar er zit ook een relatiecomponent in. Als je supergoed kunt samenwerken met de IB'er en de directeur, een zorgcoördinator en een leraar, en je bent samen aan het vechten voor een kind, dan ken je misschien het hele systeem niet, maar dan gaat het fantastisch. En je kunt het hele systeem van haven tot kort kennen, precies technisch zien weten hoe alles werkt, maar als je gewoon niet door één deur komt met de begeleider van je kind, ja, dan is de vraag hoe dat gaat eindigen. Dus wat kun je daar nou doen? Want je moet afstemmen met school. En de wens en de zoektocht is natuurlijk dat het een soort van gezamenlijk partnerschap is. Maar hoe kom je daartoe?
En hoe kom je er, ga je ermee om als dat vertrouwen er niet is? Als het niet goed gaat, of als het zelfs echt misgaat? Nou, een van de theorieën die ik erbij haal is de Speed of Trust. En de Speed of Trust is een boek van Covey. Misschien kennen jullie Stephen Covey, intussen helaas overleden. Maar hij heeft een aantal mooie boeken geschreven over managementfilosofie. Onder andere de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Overigens ook een erg interessant boek, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap voor kinderen. Is echt voor tieners en voor kinderen geschreven. Van, nou, hoe kun je meer eigenaarschap in je eigen leven hebben? Maar op een gegeven moment is hij met de 8e eigenschap gekomen en dat is vertrouwen. De Speed of Trust noemt hij dat. De snelheid van vertrouwen. En wat hij eigenlijk zegt is, op het moment dat jij bijvoorbeeld in een bedrijf of in een relatie veel vertrouwen hebt, dan werkt dat als een smeermiddel. Alles gaat sneller, alles gaat soepeler, alles gaat leuker. En op het moment dat er wantrouwen is, dan zit er eigenlijk overal belasting op. En dat heeft hij ook echt aangetoond, zegt er zo'n wetenschappelijk onderzoek volgens mij naar gedaan, dat als je bijvoorbeeld een leidinggevende en een werknemer hebt, of je hebt een vergadering, en je hebt vertrouwen, nou, dan geef je een opdracht en dan doe je voor de rest hoef je er geen aandacht meer aan te besteden. Want je denkt, ik vertrouw jou. Jij gaat het doen. Jij voelt je vertrouwd. Dus je voelt ook autonomie om gewoon zelf dingen op te pakken. Dus dan raken dingen worden heel snel te worden gedaan. Maar als we in een omgeving van wantrouwen zitten, dan ga ik je een opdracht geven. Maar dan ga ik die heel goed formuleren. Dan ga ik hem op papier zetten. Dan ga ik jou controleren. En als jij een opdracht krijgt en je wantrouwt mij, dan ga je heel veel terugkoppeling doen. Dan ga je heel veel vragen stellen en dan ga je heel veel dingen controleren. En als je een vergadering hebt met veel wantrouwen, dan moet iedereen zijn zegje doen. En iedereen moet bewijsmateriaal verzamelen. En er moeten aantekeningen gemaakt worden. Er moet heel veel papier gezet worden. Dus wat je constant ziet is dat bij wantrouwen gaat er heel veel energie en tijd en moeite zeg maar verloren. En geld gaat er verloren. Tegenover wanneer er vertrouwen is, gaat dat soepeler. Nou, hetzelfde geldt voor jou samen met de begeleiders van je kind. Als dat met heel veel wantrouwen gaat, dan komen er lange e-mails. Maar dan moet iemand die weer lezen, die moet er antwoord op gaan geven. En dat is dan weer niet passend gedaan. En dan vervolgens, nou ja, dan komt er een mail over de e-mail. En dan gaan we een gesprek hebben over de e-mail. En dan zijn we heel veel tijd kwijt die allemaal niet naar het kind toe gaat. Omdat we proberen in die wantrouwenomgeving dingen te doen. Terwijl als we elkaar vertrouwen, nou, dan laten we het over het algemeen. Als er iets belangrijks is, dan geven we het aan. En omdat er vertrouwen is, als er iets aangegeven wordt, nemen we het ook aan. Dus de zoektocht is heel erg naar hoe kom je tot die vertrouwensomgeving. Nou, Covey heeft daar onderzoek naar gedaan en zegt er zijn 4 onderdelen. 1 is integriteit. Dus nou ja, doe je wat je zegt en zeg je wat je doet en ben je daar eerlijk in? Ben je daar open in en ben je daar transparant in? Dus ben je integer in die relatie? Ben jij dat en is de ander dat? En jij kunt daarin eerst gaan. Door integer te zijn, nodig je anderen ook uit om integerder te worden. De tweede is de intentie. Heb de intentie om er samen uit te komen. Heb de intentie om hetzelfde doel te hebben ten aanzien van het kind. De derde zijn je vaardigheden. Dit gaat echt over gespreksvaardigheden. Kun je echt luisteren naar iemand? Kun je zorgen dat iemand zich gehoord voelt? Heb je het vermogen om ook als je het even niet met elkaar eens bent tot een soort van gemeenschappelijk einddoel te komen? En van daaruit weer terug te gaan redeneren wat gaan we nu doen? En welke reputatie heb je? Want als iedereen van je gehoord heeft dat jij altijd conflicten aangaat of dat soort dingen, nou ja, dan gaan ze twijfelen aan je integriteit. Misschien ben je nu wel integer, maar is er een beeld ontstaan dat dat niet zo is. Nou, als je aan deze dingen gaat werken, je probeert zo integer mogelijk over te komen. Je bouwt ook die reputatie op. Je spreekt expliciet je intentie uit en je volgt die ook. Je hebt geen verborgen agenda. En je gebruikt je vaardigheden om dat proces goed te laten lopen. Nou, als je die onderdelen een plek geeft, nou, dan zul je waarschijnlijk vanuit meer vertrouwen kunnen werken. En nou ja, dat is dus de positieve kant. De positieve kant is dat we samen bouwen aan die relatie. En het zijn kleine attenties. En attenties gaat niet over cadeautjes of zo, maar het gaat vooral over je hebt aan iemand gedacht. Ik weet dat in mijn team van mijn leerkrachten, nou ja, dat ik af en toe krijg zo'n melding van bijvoorbeeld iemand die op vakantie is geweest en die een kaart heeft gestuurd. Of die een meisje dat terug is gaan naar de familie in India en die heeft daar iets moois gemaakt en heeft dat meegenomen voor de leerkracht. Laten zien dat je denkt aan een leerkracht op een positieve manier en daar iets om geeft. En weet je, kijk echt uit met cadeaus, want die zijn altijd ontzettend ongemakkelijk als je veel geld uitgeeft of dat soort dingen. Maar het is vooral dat je laat zien, ik denk aan je. En ook als iemand ziek is geweest, dat je niet alleen van, oh crap, nu heb ik mijn kind thuis gehad. Maar oké, ik hoop dat je beter bent, hoe gaat het met je? Toon interesse in de ander. Weet je, gewoon de algemene vraag, hè? Hoe gaat het met je, hoe gaat het met jullie werkdruk en dat soort dingen. Gewoon laten zien van, hé, ik probeer me te verplaatsen in jullie wereld. En misschien wel een van de belangrijkste is in de relatie kijken, kan ik jou begrijpen voordat ik begrepen wil worden? Dat is ook een van de eerste uitgangspunten in het boek van Covey. Is, lukt het je om eerst te zeggen, hey, weet je, ik snap dat jij met een aantal uitdagingen zit. Kun je die aan me uitleggen? Dan ga ik proberen ze terug te geven. Ik begrijp dat het druk is of dat mijn kind zich niet aan het normale programma houdt. Of ik snap dat dat heel veel extra werk voor je oplevert. Of dat gedoe, of dat je je zorgen maakt. Of dat nou ja, die interacties ingewikkeld voor je zijn.
Eerst ga ik je proberen te begrijpen en daarna ga ik pas moeite doen om te zorgen dat jij me begrijpt. Want anders wordt het een wedstrijdje. Dan gaan we allebei proberen onszelf begrepen te voelen. Maar de ander die is dat ook aan het doen en zo vinden we elkaar niet. Dit is natuurlijk vanuit het uitgangspunt dat het goed gaat. En hoe vroeger je hieraan kunt beginnen, hoe beter je voorbereid bent. Misschien op een latere fase dat het ingewikkelder wordt. Want als je al een tijd lang aan het bouwen bent, dan heb je al samen die reputatie opgebouwd. Dan heb je samen die vaardigheden opgebouwd. Dan heb je samen die intentie opgebouwd. Als we al die tijd niks hebben gedaan en je hebt me nooit gezien en ik heb nooit als vrijwilliger iets op school gedaan. En dan gaat het mis en in één keer sta ik op de stoep. Weet je, even een negatieve voorbeeld is een aantal ouders wat en begrijpelijk hoe dat loopt. Maar 6 jaar lang, 7 jaar lang niks met school doet. En zo gauw de eerste CITO-scores en de eindadviesgesprek komen. In één keer elke week op school zitten om te praten over hoe een kind naar een bepaalde school toe moet. Ik snap de zorgen, maar het helpt wel als je onderweg dan al geïnvesteerd hebt in de relatie en dan deel je die zorgen. In plaats van dat het helemaal aan het einde van de rit gebeurt. Dus kijk of je daar die aansluiting in kan vinden. Laat even voorop staan, hè, want ik ben nu heel erg aan het omschrijven, want ik praat nu met jullie als ouders. Ik ben het focus op wat jullie kunnen doen om deze relatie te verbeteren. Als ik met leerkrachten aan het praten ben, heb ik het over precies het tegenovergestelde. Dan ga ik echt niet praten over wat ik vind dat ouders moeten doen. Dan ga ik praten over wat ik vind dat leerkrachten moeten doen. Die moeten hetzelfde doen. Die moeten interesse tonen in jullie als ouders. Die moeten ruimte bieden. Die moeten die positieve intentie laten zien. Die moeten eerst zorgen dat ze jullie begrijpen voordat ze begrepen willen worden. Maar nu praat ik met jullie als ouders. Dus nu doe ik een beroep op jullie vermogen om dat te doen. Kan dat altijd? Komt dat altijd goed? Nee. Nee, helaas niet. Er is een grens en jij bent verantwoordelijk voor je kind. En ik heb echt verhalen meegekregen van kinderen waarbij het echt misgegaan is. Kinderen die uitgescholden zijn. Kinderen die buiten de klas gezet worden. Keer op keer op keer. Kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben waar niet aan voldaan wordt. Kinderen die bijvoorbeeld briljant zijn, wat moeite hebben met concentratie. En dan vervolgens te horen krijgen als je geen 7,5 gemiddeld staat voor je woordje. Zo, dan gaan we ook geen interessante lesstof aanbieden. Weet je, dat zijn allemaal dingen en dat klopt dat dat niet goed is. Dus er zijn momenten dat jij moet aangeven van, ik trek een grens, deze school is niet passend voor mijn kind. Ik ga het gevecht aan met de school. Punt is alleen wel dat over het algemeen het gevecht aangaan met de school maakt de relatie niet beter en maakt ook vaak het eindresultaat niet beter. Weet je, dan kom je misschien op het moment dat je op een gegeven moment moet zeggen, een andere school is beter. Het lastige is alleen dat een schoolwissel ontzettend impactvol voor een kind is. En als je op een gegeven moment op je vijfde schoolwissel zit, in 10 jaar of zo, ja, dan is de vraag, heb je nou een conflict met de school of heb je een conflict met het schoolsysteem? En geloof je gewoon niet in het Nederlandse schoolsysteem? Ja, dan is het lastig, want ja, die scholen die bieden gewoon wat ze kunnen, wat ze hebben. En nou ja, dan heeft het misschien niet heel veel zin om nog 2 keer te wisselen, want andere scholen gaan waarschijnlijk hetzelfde doen. Maar het is zo moeilijk om die balans te vinden. En daarom zou ik je echt vragen om een begeleider te zoeken. Een begeleider die zowel ouders als scholen begeleidt. Want ik heb soms het idee dat sommige mensen erg aan de kant van ouders of het kind gaan staan, maar daar onvoldoende het perspectief van de school in meenemen. Maar je wil eigenlijk een begeleider die dat allebei kan. Die en scholen adviseert en ouders adviseert. Want die kan dat midden een beetje zoeken. Van ja, weet je, hoe kunnen we hier op een goede manier mee omgaan? En nou ja, op een gegeven moment moet je een grens trekken. Want ja, je kind naar een plek brengen waar je kind echt niet tot z'n recht komt, waarbij hij echt ongelukkig wordt, ja, dat is ook niet oké. Ik wil alleen wel een kanttekening plaatsen en daarin ligt in ieder geval bij mij heel gevoelig. Kijk, ik heb verschillende gevallen van kindermishandeling meegemaakt, zowel fysiek als mentaal. En dat is echt super heftig. Laat dat even erop staan. Er zijn echt kinderen die moeten beschermd worden en daar hebben wij een rol. Voor mij ligt het wel heel gevoelig dat sommige discussies escaleren, omdat een meningsverschil over opvoeden, een meningsverschil over onderwijs afgezet wordt als kindermishandeling. Het feit dat jij je kinderen vrijer opvoedt dan ik, of dat je ze strenger opvoedt dan ik, maakt niet dat jij of ik kinderen mishandelen. Zelfs als dat je kinderen 6 uur per dag voor de tv, is het nog steeds geen kindermishandeling. Als een kind op school strafwerk krijgt voor iets wat hij niet kan, is dat geen kindermishandeling. Dus, en dat is eventjes, ik vind het wel belangrijk om die scheiding te maken, van ja, waar zit mijn kind komt niet optimaal tot z'n recht. Waar zit, mijn kind wordt echt tekort gedaan. Waar zit, mijn kind is echt aan het weg kwijt omdat hij niet geholpen wordt. En waar zit echt kindermishandeling? Bij kindermishandeling moet je gisteren het volle gevecht aangaan en klagen en dat soort dingen. Maar mijn kind komt niet volledig tot z'n recht, is wel een andere categorie. Dus voor jezelf helder hebben waar je zit in die range is wel echt heel belangrijk. En dat is best lastig om te doen. Dat kan ik ook uit eigen ervaring vertellen. En dan helpt het wel om een begeleiding bij te krijgen voor iemand anders die even met een soort van neutrale, frisse blik mee kan kijken. Als het niet lukt, wat doe je dan? Dan ga je over het algemeen het gesprek aan.
De meeste dingen gaan echt beter in gesprek dan met e-mails of dat soort dingen. Het is alleen als je weet dat je gestrest gaat raken of dat je heel veel emoties gaat hebben, helpt het om vooraf te gaan zitten en een brief op te stellen. Want dan kun je rustig op een rijtje zetten wat zijn alle dingen die ik wil vertellen. En probeer het zo neutraal mogelijk te doen. Dit is wat ik gehoord heb, dit is wat ik gezien heb. Niet jij doet dit en jij doet dat, want dat weet je niet, want het zijn bijna altijd tweedehands verhalen. Dus hou het bij jezelf, dit is wat ik gehoord, dit is wat ik gezien heb, dit is wat de zorgen zijn die ik heb. Laat iemand meegaan. Je partner als die rustig kan blijven, misschien een oom, tante of een begeleider die er echt neutraal in kan staan. Niet om vanuit een ballotagecommissie de school aan te vallen, zeg maar, van dan zijn we met meer. Maar vooral vanuit van, hey, weet je, als ik merk dat ik emotioneel word, dan ga ik even ophouden met praten. En dan kan misschien die ander even het gesprek voortzetten met de brief die ik gemaakt heb en de punten die we van tevoren voorbereid hebben. Want een gesprek wat escaleert als je gaat schreeuwen, schelden of gaat huilen of dat soort dingen, dat is zeker dat laatste, zeg maar, is geen probleem. Als je emotioneel wordt, is het niet erg. Maar als dat leidt tot aanvallen of leidt tot het feit dat je moeilijker dat gesprek kan volgen, dan is het dus frustrerend voor allebei de kanten. Dus help jezelf daarbij. Blijf zoeken ook naar manieren om dat emotie en het stressniveau laag te houden. Ga misschien even staan, drink even een slokje water, geef even aan van, goh, dit raakt me wel echt even, ik heb nu heel even een momentje nodig. Ontzorg dat je dat gesprek zo rustig mogelijk kan houden. Begin altijd vanuit dat gemeenschappelijke belang. Dus kijk, probeer te voorkomen dat je meteen in de operatie, je hebt dit niet voor mijn kind gedaan of je hebt dat niet voor mijn kind gedaan. Begin met, hey, weet je, ik maak me zorgen om mijn kind. Hij komt thuis en hij huilt. Hij is verdrietig, hij wil niet meer naar school. Ik zie meer dwarsgedrag. Ik zie het gedrag misschien ook in de klas escaleren of zo. En daar maak ik me zorgen over. Of hij wil geen uitdaging meer aangaan, daar maak ik me zorgen over. En ik hoop dat we het daarover kunnen hebben. En dan kunnen we kijken naar wat de redenen zijn. En dat, ik snap dat het voor jullie lastig is, begrijpen, dan begrepen worden. Maar dit is de zorg waarmee ik hier kom. En ik hoop dat we, nou, in het gesprek wat we nu hebben, het daarover kunnen hebben. En zoek naar een manier om niet op elkaars stoel te zitten. En dat geef ik aan leerkrachten aan. Die moeten niet op de stoel van ouders gaan zitten als jullie ze opvoeden dan of dat soort dingen. Hetzelfde geldt voor jou als ouder. Het is heel moeilijk om in te voelen en te zien hoe intens het werk van een leerkracht is. Om met 30 kinderen, waarvan er dit eentje is, om daar een plan voor te maken. Om dat uit te voeren, om dat te begeleiden. En er is eigenlijk niemand anders die dat kan bepalen, zeg maar. Je zou dit anders moeten doen, want misschien dat er dan andere kinderen het slachtoffer zijn. En je leerkracht moet altijd het perspectief van al die leerlingen houden. Dus geef aan wat je zoekt, bied je hulp aan, maar probeer zoveel mogelijk weg te blijven uit. Kijk, hier is wat jij zou moeten doen, hier is een boek wat je zou moeten lezen, zo zou je anders les moeten geven. Daar wordt de relatie met zelden beter van. Die leerkracht is een autonome professional. Als hij niet weet hoe hij het uit moet voeren, dan kan hij dat samen met zijn leidinggevende en zijn team vorm gaan geven. Je kunt aanbieden. Je kunt aanbieden van, hey, weet je, als je hulp nodig hebt, dan wil ik meedenken. Dat ze zeggen, dat hoeft niet. Dan moet je dat daar helaas bij laten. Want het heeft me zelden zin om dan je hulp op te dringen. Maar laat even voorop staan, weet je, het blijft lastig als je je school niet vertrouwt. En dan moet je altijd de afweging maken. Weet je, is het tijdelijk? Is het deze leerkracht en misschien is het volgend jaar beter? Of moet ik op een gegeven moment, moet ik toch een keuze maken om naar een andere school te gaan? En wat ik wel dan ook bij wil aangeven is dat een best wel bekend begeleider, ik mag hem even niet noemen, maar hij heeft op een gegeven moment in een informeel gesprek wel eens een keer tegen me gezegd van, ja, eigenlijk wens ik elk kind ook een slechte leerkracht toe. Want dat leidt tot meer autonomie, tot vanuit zelfstandigheid, hey, wat vind ik hier nou van? En daar gezonde afstand in houden. En dat betekent echt niet dat ik daarmee goed praat dat leerkrachten allerlei suboptimale dingen doen, laten we het maar even zo omschrijven. Maar het schoolsysteem hoeft ook niet perfect te zijn. Ik heb ook een heleboel imperfecte leraren meegemaakt en toch komt het goed. Dus het doel moet niet zijn dat die scholen perfect zijn, want dat kunnen ze niet zijn. Ze hebben allemaal hun eigen uitdagingen, ze doen hun best over het algemeen. Dus nou ja, die balans zoeken is nog best lastig. Ik hoop dat ik met deze kant, deze video's en deze module een beetje duiding heb kunnen geven aan, nou ja, welke uitdaging zit eronder, maar vooral hoe kun je je opstellen in die gesprekken als een gezamenlijk partner. Zodat jullie die driehoek van ouder, leerkracht, kind zo sterk mogelijk kunnen maken. Komen we bij de toptalenten begeleiden. En daarin wil ik eigenlijk vooral terugpakken helemaal naar het begin. Misschien kun je onthouden van de webinars. Toen hebben we eigenlijk gezegd van, dat is eigenlijk een universeel talentontwikkelingsmodel. Als jij als toptalent tot maximale zelfactualisatie wil komen, zo goed mogelijk in je vel wil komen, nou, dan zijn er eigenlijk 6 onderdelen die voorbij moeten komen. Heb je de vaardigheden? Bijvoorbeeld de planvaardigheden, organisatievaardigheden, studievaardigheden, zelfreflectievaardigheden. Heb je de levenshouding, optimisme, hoopvolheid, doorzettingsvermogen? Heb je de ontwikkelingspsychologie?
Heb je zeg maar het ontwikkelingsniveau, bijvoorbeeld de autonomie die nodig is bij het niveau wat je zoekt? Heb je zelfkennis? Heb je jezelf leren kennen? Wat zijn mijn sterke en mijn zwakke kanten? En hoe kan ik daar maximaal gebruik van maken? En weet ik hoe ik bijvoorbeeld om kan gaan met een leerkuil? Heb ik de zelfreflectie? Oh ja, ik zit nu in die leerkuil. Ik ben nu met mijn eigen belemmeringen bezig. Goh, dat valt tegen. Wat kan ik daaraan doen? En hoe gaat het met mijn motivatie? Dat PERMA-model, hè? Die P-E-R-M en die A. Van hoe kan ik die 5 onderdelen van geluk een plek geven? Nou, als eerste de algemene vraag. Kijk eens naar je toptalenten. En zijn vaardigheden op schaal van 1 tot 10. 10 is echt complete zelfactualisatie. Hij is zo goed in plannen, hij is zo goed in leren, hij is zo goed in organiseren en dat soort dingen. Dat hij nou ja, dat er maximaal uitkomt. Of 1. Nee, hij is wel een briljant schaker, maar zijn planvermogen is waardeloos. En hij kan niet echt leren en hij kan niet echt zelf reflecteren. Levenshouding, een 10. Weet je, hij heeft een constructieve, positieve leerhouding waarbij hij altijd nieuwe uitdagingen aangaat. Of 1. Nee, dit is juist het zwakste deel. Zo gauw het misgaat, wordt hij boos, kan niet tegen zijn verlies, krijgt ruzie en zo gauw het tegen zit, dan geeft hij op. Ontwikkelingspsychologie. Wat is zijn zelfsturingsniveau, zijn moreel niveau, zijn autonoom denkniveau? Is dat een 10? Hoog, ver boven gemiddeld voor zijn leeftijd? Of 1. Hij gedraagt zich relatief als een jong kind. Kent hij zichzelf? Weet je, kent zij zichzelf? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Hoe draagt dat bij aan het talent? Of is dat 1. Geen schimmig idee en ook geen zelfreflectie. En die motivatie, 10, is optimaal welbevinden, heeft positieve emotie, engagement en flow, positieve relaties, meaning, achievement, allemaal sterk. Of 1, nee, eigenlijk heel erg verdrietig en weinig welbevinden en komt moeilijk op gang. Nou, in de module zijn we wat concreter daarin, daar hebben we nu eigenlijk de tijd niet voor, maar het is zelfs gewoon de open vraag aan jezelf. Welke vaardigheden heeft mijn kind nou nodig om tot zelfactualisatie te komen? Welke levenshoudingsonderdelen heeft hij nou nodig? Welke ontwikkeling heeft hij nodig? Welke zelfkennis zou nou helpen? Welke zelfreflectie, weet je, als hij wat meer naar zichzelf zou kunnen kijken? En welke motivatie? Breng eens in kaart. Ga gewoon eens zitten. Zet deze video op pauze en schrijf dat eens uit. Ook gebaseerd op alle dingen die je geleerd hebt. Misschien andere dingen die je al tegen bent gekomen. Wat heeft je kind nu nodig? Nou, in de training gaan we echt door een hele lijst heen. Dan gaan we ze echt op onderdeel scoren. En dan kun je eens kijken wat eruit komt. Dat is voor nu te lang. Wat je kunt doen is door de hoofdstukindeling gaan. Of eventjes door de omschrijvingen heen gaan. Om te kijken wat je daarvan herkent. En kies daarmee de top 5. Ik noem het dan de domino items. Er zijn over het algemeen een aantal dingen dat als die goed komen. Dan komt de rest ook wel. Als een kind weet wat zijn sterke kanten zijn. En hij heeft een growth mindset. En hij heeft een soort van hopeful agency. Dan volgen daar meestal de vaardigheden ook wel uit. En op zich zijn wel planvaardigheden heel waardevol en studievaardigheden, leren. Want daarmee kun je de andere onderdelen leren. Maar misschien geldt voor jou kind iets anders. Wat zijn die 5 onderdelen of die 3 onderdelen, als je er minder wil hebben, die het grootste verschil gaan maken? En ga daarmee aan het werk. En dan kun je zo meteen eens kijken bij bewust ouderschap, zeg maar dat doelgerichte stuk, dat je die coachingstechnieken daarvoor gaat gebruiken om ze hierop toe te passen. Dus, welke vaardigheden heeft je kind nodig? Levenshouding, ontwikkeling, zelfkennis, zelfreflectie en motivatie. Dan komen we daarbij bij dubbel bijzondere leerlingen. Nou, een van de dingen die ook onder andere bij die types van Betts en Nijhuis voorbij komt, is dat zowel de risicoleerlingen als die twice exceptional, die dubbel bijzondere leerlingen, hebben een verhoogde kans op een negatief zelfbeeld. Nou, het eerste is, wat is zelfbeeld eigenlijk? Zelfbeeld is het beeld wat je van jezelf hebt. Heb ik een positief beeld van, nou, ik denk dat ik best leuk ben, of een negatief beeld, ik vind mezelf stom, of ik ben slecht in dingen, of ik ben heel goed in dingen. Nou, dit is een van de dingen, even een klein zijspoor. In de jaren 70, 80 is er heel veel onderzoek gedaan. En het blijkt dat voor geluk en prestaties is een positief zelfbeeld heel belangrijk. Nou, en wat mij betreft wat riskante conclusie die eruit getrokken is. En dat is ook in de positieve psychologie, zijn ze erop teruggekomen. The Resilient Child is daar ook echt een voorbeeld van. Een boek van Martin Seligman omschrijft dat wat uitgebreider. Maar dat we zijn gaan kijken naar hoe kunnen we dan dat zelfbeeld oppompen, zeg maar. Maar dan is het meer als een ballon. Dan ga ik deelnamemedailles uitdelen. Dan ga ik altijd zeggen, wat ben je toch slim, wat ben je goed? Ga ik heel veel complimenten geven. Maar het punt is, als ik die geef, dan werkt dat een tijdje. Want dan blaas ik eigenlijk de ballon op. Maar het punt is alleen dat er geen inhoud achter zit. Want die deelnamemedaille, ja goed, je hebt deelgenomen, maar het is niet echt een medaille waard. Je hebt gewoon meegedaan. Maar het is niet een prijs die net zo belangrijk is of net zo groot is als die eerste, tweede of derde plek. Want dat zijn prestatieprijzen dat je iets voor elkaar gekregen hebt. Maar ook feedback, wat ben je slim? Nou ja, natuurlijk eerder gehad over het feedback geven op talent. Maar ook, wat heb je best gedaan als iemand niet zijn best gedaan heeft? Zelfbeeld, wat je eigenlijk wil, is dat op basis van realiteit is.
als iemand zijn best heeft gedaan, dan zeg je, wat heb je goed je best gedaan? En liever nog, hey, ik hoop dat je zelf trots op jezelf bent, want je ziet bij jezelf dat je je best hebt gedaan. En dan kijkt het kind naar zichzelf en denkt, oh ja, ik heb mijn best gedaan, ja, daar ben ik ook trots op. En de volgende keer dat hij zijn best doet, dan denkt hij, oh ja, hier ben ik ook weer trots op. Als iemand zegt, jij doet je best niet, dan denkt hij, ik kijk even naar mezelf. Nee, ik doe wel mijn best. Dus dit doet mij niks, dat jij zegt dat ik niet mijn best doe, want ik weet wat de waarheid is. Want er zit echt iets onder. En als ik zeg, van, nou ja, ik weet je, ik heb die wedstrijd gewonnen, nou, dan denk ik ook, ja, ik heb ook die wedstrijd gewonnen. Of ik heb heel hard gevochten voor die wedstrijd, want ik heb er 100 uur aan besteed. Maar er moet dus waarheid achter zitten. Want als er geen waarheid achter zit, dan is het een opgeklopte ballon. Nou, en dat is het spannende met zelfbeeld in deze hele maatschappij, dat we vaak leerlingen een soort van opblazen door ze complimenten te geven. En zeker dul bijzondere leerlingen zijn daar een uitdaging in. Want je kunt ze positief beïnvloeden door, nou ja, daar optimistisch over te doen en te zeggen, wat is dat gaaf. Maar de praktijk is, nou ja, goed, ik heb al vaker verteld over mijn dochter, in dit geval geen hoogbegaafd kind, maar met een ontwikkelingsbeperking. En nou ja, dat er iemand binnenkwam en ze had een tekening gemaakt en zij heeft je 2,5-jarige zusje die tekening gemaakt, terwijl ze 12 is. Weet je, en dat, dus er zit gewoon best wel een groot verschil tussen wat het niveau is. Dan kan ik wel zeggen, wat kun jij mooi tekenen? Ik kan wel zeggen dat ze er best op heeft gedaan, maar dat is een zoektocht van, ja, hoe ga je daarmee om? En niet alleen maar positieve feedback geven, want het is niet de mooiste tekening van de wereld. Dat is oké, dat is doel niet, ze hoeft ook niet de beste tekenaar te zijn. Maar hoe kan ik dan positieve feedback geven die wel klopt? Want ze is lief en ze is zorgzaam en ze zet door. Dus daar kan ik ook onderbouwde complimenten op geven. Maar dat is wel ingewikkeld wanneer je het dus hebt over dul bijzondere kinderen, want die hebben heel veel uitdagingen. Er zijn heel veel plekken waarbij het lastiger is om ze complimenten te geven. Als een kind een negatief zelfbeeld opbouwt, en nou ja, dat gebeurt wel met enige regelmaat, want er gaat veel mis. Andere mensen zijn gefrustreerd, ze halen lagere scores, ze hebben vaker uitzondering nodig, over het algemeen. Nou ja, dat kan snel een negatief feedback opleveren. Nou, we gaan vandaag kijken, wat kunnen we daaraan doen? Maar in algemene zin natuurlijk, als het heel erg is, ga alsjeblieft hulp zoeken. Als een kind zichzelf, ik ben waardeloos of ik kan helemaal niks of dat soort dingen, teksten gaat uitkramen, dan moet je er echt hulp bij gaan halen, want dan heb je het echt over psychotherapie en ondersteuning. Nou, waarom hebben ze een hoog risico? Als eerste die asynchroniteit. En niet alles is hetzelfde. Je loopt als tussen 13-jarigen rond, maar je doet misschien motorisch bijvoorbeeld iets als een 8- of een 7-jarige. Ja, en dat zie je. Want je bent intelligent genoeg om het verschil te zien. Dat is nog het voordeel van het voorbeeld wat ik net gaf over mijn dochter. Die heeft zelf die ontwikkelingsbeperking. Dus die ziet ook verder helemaal niet dat dit niet echt een briljant uitgangspunt is. Dat iemand denkt dat haar tekening die van een 2,5-jarige is. Dus dat scheelt. Maar juist die hoogbegaafden, of in ieder geval die deels hoogbegaafden, die door bijzondere, die zien het allemaal wel. En nou ja, metafoor is eigenlijk een beetje, stel je voor dat je een Fiat onderstel hebt, maar dat je er een Ferrari motor in zet. Dan zijn er twee mogelijkheden. Weet je gaat of die Ferrari motor gebruiken, maar dan rij je het hele onderstel aan gort. Of je gaat je aan het onderstel houden. Je kunt niet zo hard rijden, maar dan draait die motor heel erg slecht, want die kan er niet zo goed tegen om zo langzaam te blijven gaan. En dit is wel echt een lastig deel van dul bijzonder zijn. Want het is gewoon echt inherent kloten. Weet je, ik zou hier heel graag optimistische, hoopvolle, van fijne dingen over vertellen. Maar dit is gewoon echt een worsteling voor de rest van je leven. Dat er een deel van je functioneert op een lager niveau dan andere delen van je. En dat zichtbaar is en dat ook worstelingen oplevert. En het is gewoon ook echt onrechtvaardig. Het is gewoon echt niet eerlijk. Dat de wereld zo in elkaar zit, daar kunnen we best wel existentiële vragen over zetten. En nou ja, bij sommige kinderen, sommige leerlingen en ook bij sommige ouders heb je dan ook echt overlevend verlies. Want dat betekent net zoals dat als iemand zijn arm kwijtraakt, zeg maar, die moet ook omgaan met een verlies van iets. En bij sommige dol bijzondere kinderen, nou ja, zal het misschien afscheid zijn van zelfstandig kunnen wonen of van het beroep wat je zou willen doen. Want ik zou graag rechter willen worden, maar ik ben zo dyslectisch dat ik die droom nooit na zal kunnen streven. Weet je, en ik ben best optimistisch, maar een kind wat gewoon niet door zijn basisteksten heen komt en lezen echt een hel vindt, nou, om die recht te proberen te laten studeren, dan vraag ik me af of een kind aan het helpen zijn. En dat is oneerlijk. Want de passie is er, de cognitieve vermogens zijn er, maar er zit hier ergens een uitdaging waardoor het niet mogelijk is. Nou ja, en dat samen in de ogen kunnen kijken en een plek kunnen geven, is wel echt ontzettend belangrijk. Nou, wat kun je er nou aan doen om dat positief te houden? Blijf focussen op acceptatie en liefde. Ook bij frustratie, ook bij moeilijk gedrag. Altijd, zelfs als je correcties geeft of straft, wel een slecht woord, ik heb het liever over consequenties, maar blijf je liefde aangeven.
hou nog steeds van je, maar dit gedrag kon echt niet. Je mag je broertje of zusje geen pijn doen. Dus je mag het een spullig stuk maken. Dus daarom gaat het nu van je zakgeld af. Dus daar moet je nu eventjes rustig zitten worden, terwijl je eigenlijk mee zou willen spelen. Hou nog steeds van je, je bent echt nog steeds oké. Maar dit gedrag mag niet. Dus die scheiding van identiteit en gedrag is heel belangrijk. Focus je heel erg op inzet. Als je je best doet, ben ik trots op je. Maakt niet uit welk resultaat eruit komt, maar jij bent de grootste doorzetter die ik ken. Want daar kunnen ze altijd succes in hebben. En beloon daar expliciet over. Sommige kinderen, nou, inderdaad, die overgenomen worden door boosheid of overprikkeling of dat soort dingen, helpt daar ook een metafoor in. Weet je, het boosheidsmonster neemt het over. En dat is deels, je wil niet dat ze in een soort van slachtoffergedrag terechtkomen. Maar aan de andere kant kun je ze ook niet echt verantwoordelijk houden voor het gedrag wat ze hebben. Sommige kinderen draaien echt weg. Die zijn niet meer cognitief aanwezig, omdat ze een soort van delen van hun hersenen sluiten af. En dat wat ze kapot maken, daar hebben ze ook achteraf echt spijt van. Weet je, ik heb onaardige dingen tegen je gezegd en ik hou wel van je, maar ik heb wel je uitgescholden. Maar ik was dat niet, zeg maar. Dus nee, kinderen daarmee helpen, nee, dat was even het boosheidsmonster wat je overgenomen had. En die heeft dat gezegd. Vind je dat ik de slechtste vader of moeder ooit ben? Of haat je me echt? Nee, dat haat je niet. Oké, nou dan parkeren we het, want dan is het niet door jou gezegd. Dan was dat even het boosheidsmonster. Zorg dat je na moeilijke momenten beschikbaar bent. Wat je bij veel kinderen ziet, is dat ze die super intense, nou ja, fight, prikkel, overprikkeling, boosheid hebben. En daarna een crash hebben en heel verdrietig zijn. En nou ja, zowel crash qua energie, als verdrietig over wat ze gedaan hebben en dat het gebeurd is. Ze hebben iemand nodig die ze vast kan houden. Idealiter ben jij dat. Maar ja, jij hebt net die volle lading over je heen gehad. Dus de vraag is of je die ruimte hebt, of je die energie hebt, of je die soort van mentale space hebt. Als jij het niet kunt doen, regelt iemand anders. Vraag dan je partner, hey, weet je, ik kan het nu even niet. Dat heb ik ook echt wel een aantal keer aangegeven. Maar het is echt nodig dat iemand nu gaat knuffelen. Dus wil jij het alsjeblieft gaan doen, dan kan ik later, als ik weer rustig ben geworden, kan ik dat doen. Nou, en als het echt met regelmaat gebeurt, dan moet je er professionele hulp bij halen. Want dan moet je kijken hoe je die dynamiek in je gezin kunt veranderen, of dat je daar ondersteuning bij kunt halen. Maar dit zijn dingen die dus belangrijk zijn in het behoud van het zelfbeeld van je kind. Focus op acceptatie en liefde, ook wanneer het misgaat. Belonen voor inzet. Ik heb gezien dat je je best hebt gedaan, je hebt het lang volgehouden. Het is de boosheidsmonster dat overgenomen hebt. Ik heb geen hekel aan jou. Jouw boosheidsmonster heeft onaardige dingen gezegd en dat strepen we weg. Want jij hebt nu verteld dat het niet waar is. En we zorgen dat er iemand beschikbaar is om je gewoon te knuffelen als het misgaat. Want jij hebt ook een rot moment gehad. Yes? Wat kun je doen? Nou, hulp voor je kind. Nou ja, dat kom je echt gewoon bij psychotherapeuten en ondersteuning. Ga daar alsjeblieft hulp bij halen als dat nodig is. Liefst bij mensen met specifieke expertise op hoogbegaafdheid. Hulp voor broertjes en zusjes. Want het is natuurlijk best heftig om in een gezond gezin te zitten waar zoveel gaat over de zorg van een ander kind. Je hebt in heel veel regio's tegenwoordig brusjesgroepjes. Dan kun je gewoon op zoek googlen, je eigen plaatsnaam brusjes. En dan zijn er groepen van broertjes en zusjes van kinderen met een beperking. En hulp voor jezelf. Een systeemtherapeut, iemand die je helpt om besluiten te nemen. En misschien ook echt in relatie iemand die je helpt om te focussen op de leuke dingen. Want het kan, op een gegeven moment kan je gezin overgenomen worden door mantelzorg. En daar gaat de lol heel snel vanaf. Dus zorg dat je leuke dingen blijft doen. Je wordt er niet minder zwaar van, maar je kunt wel kijken of je het leuker kunt maken met elkaar. En misschien ook begeleiding in het accepteren van dat verlies. Als ik naar mezelf kijk, zijn er echt momenten geweest dat ik heb moeten accepteren dat mijn toekomst met mijn dochters er niet zo uit gaat zien als ik vroeger had gedacht. En nou ja, dat is best lastig. Maar als ik mijn gewenste toekomst op ze blijf projecteren, dan ga ik ze alleen maar frustreren met iets waar zij nooit om gevraagd hebben. Dus dat loslaten, dat is denk ik heel belangrijk. En het is niet de meest inspirerende module. En dat blijft natuurlijk die dubbel bijzondere modules met regelmaat. Maar het is wel belangrijk om hier realistisch in te blijven. Want als je er niet realistisch in bent, dan ga je verwachtingen hebben en nou ja, dan ga je misschien ook streng voor jezelf. Krijg je zelf een negatief zelfbeeld over wat je als ouder bent en doet. En daar help je ook niemand mee. Dus stel wel jezelf zorg voor op. Put your own mask on first, zeggen ze zo mooi. Ik was nu laatst met de begeleidinggroep, gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Die hier echt, nou ja, inderdaad ook twee weken bij elkaar komt en allerlei sessies doet. Wat het typisch was, dat die bijna allemaal één voor één zeiden, is we hebben het zelfzorgspoor overgeslagen. Er zijn zoveel sporen. Zelfspoor, laat ik even zitten, dat komt later misschien nog wel. Nou, in het vliegtuig zeggen ze ook, put your own oxygen mask on first. Want als jij er niet bent om mensen te helpen, dan kun je ook die van iemand anders niet meer opdoen. En dat is echt een belangrijke focus die je moet hebben en houden. Dan gaan we naar bewust ouderschap. Nou, en we hebben tot nu toe heel erg vastgesteld, wat moet ik doen? En hoe ga ik dat inhoudelijk doen? Maar nu gaan we wat meer naar de proceskant kijken.
Want als ik als begeleider of als een andere begeleider met bijvoorbeeld ouders gaat zitten over van hoe ga je je kind ondersteunen, dan gaan we het hebben over wat zijn de belangrijkste dingen om te doen. Dan kan ik advies geven. Als je executieve functies wilt trainen, kun je het zo en zo doen. Maar er zit bijna ook altijd een proceskant aan. Hoe maken we nou goede afspraken, realistische afspraken over dingen die jij kunt gaan doen? Dingen die je morgen kunt gaan uitproberen. Waar ga je op focussen? Want je wilt niet 10.000 dingen tegelijkertijd, dan raak je overweldigd. Je moet ook niet allemaal mini-stapjes doen, omdat je 26 jaar bezig bent. Maar hoe ga je dat nou insteken? Nou, coachesvaardigheden hebben wat mij betreft een opbouw. We beginnen met heel erg basale vaardigheden. Noemen ze dan het LSD, het luisteren, het samenvatten en het doorvragen. Dus dat is heel erg, nou ja, goed, ik vertel maar. Wat wil je erover vertellen? Wat doet dat met je? Ik ga het samenvatten. Wat je me verteld hebt is dit en dit en dit. En misschien doorvragen. Kun je me hier wat meer over vertellen? Maar dan ga ik helemaal niet sturen. Dat is een beetje het humanistische Rogeriaanse coach, waarbij je heel erg je cliënt volgt. Nou, in de jaren 80 en 90 kwamen daar een aantal methodische aanpakken bovenop. En de twee waar we het nu over gaan hebben, is de Grow Coachingsmethode en de Smart Formuleringsmethode. En daarin ben je als coach niet alleen aan het luisteren samenvatten doorvragen, maar je zegt ook, ik heb een stappenplan voor je. We gaan hier in een aantal stappen doorheen. Het eerste stappenplan is het GROW-stappenplan. Natuurlijk groei, een mooi woord. Maar GROW is het eerste, is je goal. Waarom ben je hier? Wat probeer je te bereiken? Dus het is altijd belangrijk om als je iets nieuws doet, eerst vaststellen, wat probeer ik nou eigenlijk te bereiken? De tweede vraag is, wat is de huidige realiteit? Dus ik wil graag dat het kind zelfsturender is. Oké, vertel eens wat de huidige realiteit is. Nou, gewoon daarbij stilstaan, waar zijn we nu? Als je van A naar B wil, dan moet je ook weten waar A is, niet alleen waar B is. Want dan kun je kijken hoe groot het gat tussen A en B en dan kun je stappen gaan zetten. Nou, als je dan weet wat je realiteit is en je weet waar je naartoe wil, dan kun je over de O gaan praten. Wat zijn je options? Wat zijn de opties? Wat zijn de verschillende dingen die we kunnen doen? Nou, we kunnen dit doen, we kunnen dit doen, we kunnen dit doen, we kunnen dit doen. Nou, dan kun je op basis van onze training die we hier hebben gedaan, op basis van advies of boeken die je hebt gelezen, kun je kijken wat zouden we kunnen doen. En van daaruit ga je naar de wrap-up. De wrap-up is eigenlijk van hoe gaan we dit concreet maken als huiswerk? Hoe brengen we dit allemaal bij elkaar? Want we hebben een doel, we hebben de realiteit, we hebben een aantal opties om van A naar B te gaan. Welke afspraken maken we nu? Nou, een voorbeeld van executieve functies. Mijn kind kan niet geconcentreerd gewoon douchen, dat hij alle stappen zet. Dus het doel is zelfstandig kunnen douchen en zorgen dat het geen puinhoop is. Even positief geformuleerd. De realiteit nu is, nou ja, dat het altijd één groot nat bal is en dat er spullen niet zijn en dat hij nat door het huis heen moet om zijn spullen te halen. Nou, oké, dat is de realiteit en de doel. En wat zijn dan de opties? Nou, de opties zijn een lijstje maken, de opties zijn een training doen, de opties zijn meelopen en dingen zeggen terwijl hij het aan het doen is. Of, nou ja, goed, zo zijn er allerlei verschillende opties. Of aan hem zelf vragen, hoe denk jij dat we dit op kunnen lossen? Nou, na een wrap-up, welke afspraken maken we dan? Hoe gaan we dat nou in de komende periode doen? Wat gaan we de komende week doen? Nou, die afspraken maken, daar hebben we een tweede methode voor. Dat is de SMART-methode. Misschien ken je die wel. SMART-methode gaat over de 5 letters. We maken specifieke afspraken. Dus wat is het? Bijvoorbeeld, we kiezen dan voor het opschrijven van een lijstje. Dit zijn de 7 stappen. Dus specifiek, we hebben een stappenplan en jij gaat elke keer met je stappenplan met een wasknijper al die stappen af. En als je de wasknijper zet, dan doe je de stap. Het is meetbaar. Nou ja, dat kunnen we gewoon controleren. Heb je dat ding gebruikt of heb je hem niet gebruikt? Dat is een objectieve vraag. Achievable. Nou ja, is het haalbaar in de tijd? Nou ja, op zich is dit wel een kleine stap. Als ik nu gewoon meteen zou zeggen, nou oké, volgende week kun jij gewoon helemaal zelf douchen en dan komt er helemaal geen gedoe. Dan is het niet meer haalbaar, want dan gaat het tempo te hoog. Nou, de volgende is het realistisch, als in is het praktisch uitvoerbaar. Nou, het is op zich realistisch uitvoerbaar dat ik zo'n bordje kan regelen en dat ik wasknijpers kan regelen. En is het tijdspecifiek? Hoe lang gaan we hierover doen? Nou, we hadden bijvoorbeeld over een week. Nou, dan ben je dus heel concreet aan het formuleren vanuit je doel en je realiteit, je opties. Wat gaan we nou voor de komende tijdsperiode doen? Nou, ga dat nou eens toepassen op die 3 prioriteiten die je had. Je had die 3 prioriteiten van de afgelopen periode. En nou ja, we hebben natuurlijk ook die 5 prioriteiten van de toptalenten. Maar zoek eens even naar een aantal onderdelen. En ga dan eerst dat grow door. Misschien bijvoorbeeld met je partner of met iemand anders. Wat is mijn doel hier? Wat is de realiteit hier? Wat zijn mijn opties? En hoe ga ik die wrap-up doen? En nou, met die wrap-up ga het dan smart formuleren. Ga die SMART ga je toepassen. Nou, mocht je het interessant vinden, kun je natuurlijk altijd die hele opleiding komen doen. Want dan hebben we veel uitgebreider, gaan we door de stappen heen. En dan praat ik er helemaal doorheen. Maar nou ja, je kunt sowieso, dit kun je gewoon echt op Wikipedia vinden. De GROW-proces en de smart formulering. Dan kun je alle artikelen over vinden. Dus duik daar eens in. En mocht je het interessant vinden, kun je ook nog eens kijken naar oplossingsgericht werken. Dat is een van de andere methodes die je vaak met coaching gebruikt. Die we ook in de uitgebreide module behandelen. Nou, dan komen we van daaruit bij vanuit jouw kracht naar je kinderen.
vanuit jouw kracht, vanuit jouw zelfzorg, vanuit jouw functioneren, zorgen dat je gaat kijken naar hoe kan ik goed in mijn vel zitten en van daaruit mijn kind ondersteunen. We hebben een bijeenkomst gedaan, vertelde ik net al, met de begeleide groep. Nou, sowieso gaaf om in de praktijk te zien, maar ook wel opvallend dat ze zeiden van ja, zelfzorg hebben we opgeslagen. Nou, toen zijn we allerlei discussies, zijn we casuïstieken gaan doen en welke vragen hebben jullie, waar willen jullie het over hebben? En één model kwam een aantal keer naar boven als waardevol. En ook in de feedback aan het einde dat zeiden, oh, dit heeft ons echt geholpen. Dus zijn we ervoor gekozen, nou, dan gaan we die ook nog toevoegen aan de modules, zodat alle anderen die ook kunnen krijgen. En dat zijn de Six Human Needs. Dat is een model dat ik denk al 20 jaar geleden heb leren kennen door Tony Robbins. Wat zijn de 6 menselijke behoeften? Waarom doen mensen wat ze doen? En het overlapt met een aantal andere motivatiemodellen en dat soort dingen, maar het geeft een aantal specifieke richtingen. Wat Tony Robbins heeft gezegd is, ik ben bezig met de vraag, waarom doen mensen wat ze doen? Waarom gaat een verslaafde constant terug naar zijn verslaving? Weet je, waarom gaat een partner vreemd? Waarom is een kind aan het rebelleren en maakt hij ruzie in zijn klas? Nou, het heeft te maken dat ze hun behoeften proberen na te leven. En hij zegt, er zijn 6 basisbehoeften en 2 hogere behoeften. En dat zijn in totaal de 6 menselijke behoeften. De 4 basisbehoeften zijn de behoefte tot zekerheid. Iedereen wil zekerheid. Als ik niet weet dat het plafond hier boven me blijft hangen, als ik niet weet dat ik te eten heb, als ik niet weet dat ik mijn huur kan betalen, dan heb ik geen rust. En hoe meer zekerheid ik heb, nou, dan voel ik me best wel fijn. Nou, ironisch genoeg, in het leven hebben we ook een precies een tegenovergestelde behoefte. Variëteit. Op het moment dat de leven helemaal voorspelbaar is, ik weet precies wat er gaat gebeuren, wanneer er gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren, dan word ik onrustig. Want dan wordt het leven zo saai, nou ja, daar vind ik echt helemaal niks aan. Dus nou ja, die 2 moet je allebei leven proberen te houden. Ik moet zekerheid hebben en ik moet variëteit hebben. We hebben allemaal liefde of verbinding nodig. En nou ja, eigenlijk hebben we het liefste liefde, maar liefde is best wel spannend, want dan moet je je kwetsbaar opstellen, dus we gaan soms maar voor verbinding. Maar die liefde, die hebben we allemaal nodig. Nou, als we dat hoog hebben, dan voelen we ons fijn. Als we dat missen, worden we onrustig. En dan gaan we op zoek daarnaar. En we hebben behoefte tot significantie. We hebben behoefte om belangrijk gevonden te worden. Om serieus genomen te worden. En te denken dat als ik er niet ben, dan wil ik dat mensen me missen. Nou, dat zijn je 4 basisbehoeften. Als je die niet hebt, word je heel erg onrustig. Op zich kun je die allemaal hebben, maar dan ben je nog niet helemaal voldaan. En daarom heb je de 2 hogere behoeften. De 2 hogere behoeften als mensen zijn, aldus Tony Robbins, groei. Dus we moeten het idee hebben dat we beter worden. Dat ik vandaag beter ben dan ik gisteren was. En we moeten bijdragen. We moeten op een of andere manier bijdragen aan de wereld, aan de omgeving om ons heen, aan de mensen om ons heen. Nou, als we die onderdelen hebben, als we die 6 gebieden in kaart weten te brengen en daar goed op weten te presteren, nou ja, dan voelen we ons beter. Als dat niet lukt, nou ja, dan lopen we vast. Nou, er zijn een aantal regels of uitgangspunten in. De eerste is dat er 2 primary needs zijn. Dus 2 primaire behoeften. De 2 primaire behoeften zijn de 2 die belangrijker zijn dan de andere. Nou, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat als ik zekerheid en belangrijk gevonden word, belangrijk gevonden worden, als dat mijn primaire behoeften zijn, dat ik om op een andere manier ga gedragen, bijvoorbeeld als een leerling in een klas, dan wanneer ik heel veel variatie wil en belangrijk gevonden worden. Want als ik zekerheid en belangrijk gevonden worden wil, dan ga ik waarschijnlijk heel braaf doen wat de leraar vraagt. Want dan weet ik ook zeker dat hij me ziet en dat hij trots op me is. Maar als ik variatie wil, ja, dan ga ik juist proberen de klasclown te spelen. Want dan, en dan ga ik misschien meer bijvoorbeeld die zekerheid zoeken of die belangrijk gevonden worden bij mijn klasgenoten. Maar het is een compleet ander gedrag omdat ik een andere behoefte nastreef. Nou, iedereen heeft andere primaire behoeften. De ene heeft meer behoefte aan zekerheid, de andere heeft meer behoefte aan liefde, de andere heeft meer behoefte aan variatie of meer behoefte aan belangrijk gevonden worden. En de vraag daarna is welke vehicles gebruik je, welke middelen gebruik je om daar te komen. Nou, ik gaf net al een voorbeeld. Braaf doen wat er van me verwacht wordt is een soort van voertuig naar mijn behoefte. Maar klassenclowns spelen ook. En nou ja, een voorbeeld is als ik in een gang zit. Weet je, als ik in een sloppenwijk woon, dan voel ik me niet belangrijk. Dan heb ik niet idee dat ik ergens aan bijdraag. Dan voel ik geen verbinding. Voel ik geen variatie op een positieve manier. Ik ben alleen maar bang. Maar als ik dan bij een gang ga, dan heb ik in één keer zekerheid. Want nu hoor ik ergens bij. En die mensen houden ook van me. En in één keer word ik belangrijk gevonden. Want als ik met mijn gangcallers rondloop, dan vindt iedereen me cool en is iedereen bang van me. Dus dan ga je op een negatieve manier. Je kunt ook gaan roken. Roken zorgt eigenlijk voor zekerheid. Elke keer als ik een sigaret opsteek, dan weet ik dat ik rustig word. Dan weet ik dat ik een moment voor mezelf heb. En het is eigenlijk variatie, want dan voel ik me in ieder geval even anders. En misschien verbindt het nog, want andere mensen roken ook. Nou ja, dan kun je eigenlijk uitleggen waarom je gaat roken. Terwijl het slecht is voor je gezondheid,
is er een reden, want het voldoet aan je behoeften. Nou, je kunt dat gaan indelen in een schaal van 1 tot 10. Dat is een interessante vraag om ze ook nu te beantwoorden. Als je kijkt naar je eigen zekerheid, schaal van 1 tot 10. 10 is ik voel me super zeker en helemaal veilig. 1 is ik voel me super onveilig. Variatie, 10, super spannend, leuk, allemaal fantastisch. 1, saaie, droge boel. Liefde en verbinding ervaar ik dat. Ik voel ik me belangrijk, ben ik aan het groeien, ben ik aan het bijdragen. Nou, op het moment dat je in een bepaalde omgeving bent en in die omgeving gaat er 1 boven de 8, nou, dan vind je dat fijn om te zijn. Plezier. Heb je 2, bijvoorbeeld ook iemand of in een relatie, dan voel je je aangetrokken tot iemand. Heb je dat op 3 gebieden, dan raak je verslaafd aan iemand, want dan wil je maar terug blijven komen. Nou, dat kan dus ook negatief zijn. Ik gaf nog het voorbeeld van roken, dat bij sommige mensen echt op 3, 4 van de gebieden een 7, 8, 9 of hoger. En dat maakt dus niet uit of het uiteindelijke resultaat positief of negatief is. Het is gewoon je innerlijke drive om aan je behoeften te voldoen. Nou, voor jou is dan de vraag, wat zijn je primary needs? En hoe bereik je ze? Wat zijn voor jou de middelen om daar te komen? En een van de vragen hierin, en dat is best wel een confronterende vraag, is, bereik je ze thuis? En bereik je ze op je werk? Dat is een van de dingen die ik bij mezelf op een gegeven moment vaststel. Dat ik eigenlijk makkelijker aan mijn menselijke behoeften voldoe op mijn werk dan thuis. Want op mijn werk voel ik me belangrijk en ben ik aan bijdragen en voel ik me verbonden met anderen. En ik weet zeker dat ik er goed in ben, maar het is ook best wel leuk en afwisselend. Terwijl, nou ja, in een slechte periode thuis voelde ik eigenlijk al die dingen niet. Want ik was een mantelzorger, dus ik voelde niet echt liefde. En ik, ja, variatie niet op een positieve manier. Want nou ja, jonge kinderen, dat is niet heel erg cognitief uitdagend en zekerheid, nou ja, vooral bang dat er weer een uitbarsting ergens zou zijn of zo. Dus dat was eigenlijk heel erg negatief, terwijl mijn werk positief is. Nou, ik ben er me relatief bewust van, maar dan is het dus ook niet gek dat iemand denkt, nou ja, weet je, dan ga ik maar overwerken. Want dan kan ik tenminste op mijn werk zijn waar aan al mijn behoeftes voldaan wordt. Want dan hoef ik niet thuis te zijn waar ik het idee heb dat ik er heel slecht in ben. Of andersom. Ik heb ook mensen coachen die precies andersom zijn. Die zaten thuis bij de kinderen en die zeiden, ik wil gaan werken, maar deden het uiteindelijk nooit. Waarom? Want thuis voel ik me competent en zeker en heb ik variatie en liefde en verbinding en voel ik me belangrijk. En als ik naar werk ga, nou ja, dan is het saai werk en ik voel me er niet, ik denk niet dat ik er goed in ben. En ik voel me ook niet echt gezien, want ik ben een van zoveel medewerkers. Dus als je, nou ja, die balans tussen thuis en werk niet goed is, dat je bij ene heel makkelijk je behoefte voldoet en de andere niet, nou, dan moet je echt gaan kijken wat je kunt doen om dat te balanceren. En dat is niet omdat je slecht bent, hè? Het is niet iemand die naar zijn werk gaat omdat hij daar aan zijn behoefte voldoet. Ik ben blij dat je een plek hebt waar je aan je behoefte kunt voldoen. Maar het is ook goed om te kijken hoe je het dan thuis voor elkaar krijgt. Maar ook als je verslaafd bent aan thuis. En misschien mantelzorger bent geworden en dat het eigenlijk beter gaat met je kind. En je kind gaat gewoon weer naar school. En dat jij dan vervolgens een soort van empty nest syndroom hebt. En dat je eigenlijk je kind weer terugtrekt naar huis toe. Omdat je het daar een fijne plek hebt. Dus het is heel erg zoeken naar welke behoeften. Hoe kun jij aan je behoefte voldoen? Hoe kun je je kinderen aan hun behoefte voldoen? Hoe kun je je partner aan zijn behoefte voldoen? Want dan ben je eigenlijk vanuit alle kanten aan het kijken van hoe... Nou ja, hoe kunnen we eigenlijk het beste samenleven op een manier dat we allemaal onze behoeften voldoen? Dus kijk eens vanuit dit perspectief. Van waar voldoe je aan je behoeften en hoe kun je zorgen dat het op alle plekken dat gaat lukken? Nou, dat was weer een enorm overzicht. We hebben gekeken naar kennis en kunde van begaafdheid. We zijn gekeken naar die asynchrone ontwikkeling, die verbaal, performaal, kloof, maar vooral daaronder die verschillende ontwikkelingsniveaus. Opvoedvaardig, hoe kun je bouwen aan je relatie met school? Toptalenten begeleiden vanuit dat universele talentmodel. Hoe zit het met al die verschillende onderdelen? Bij Dul Bijzonder gekeken naar het zelfbeeld. We hebben dus ouderschap gekeken naar de coachingsmethode. Vanuit Grow een proces inrichten, vanuit SMART het eindresultaat goed en helder definiëren. En vanuit jouw kracht naar je kinderen kijken naar de 6 human needs. Zo overigens die laatste kun je ook gewoon op internet opzoeken. Er zijn al artikelen over geschreven, video's van Tony Robbins die het uitlegt. Dus als je er meer in wil verdiepen, moet je dat zeker doen. Nou, dat was hem weer. Dat was de 8e maand, weer een bak met kennis en informatie en weer die opdracht. Ga er iets mee doen. Dit gaat niet om theorie, dit gaat niet om te kijken of we je hoofd nog verder kunnen vullen, maar het gaat erom dat jij iets gaat doen met je kinderen, waardoor het beter gaat met je kinderen. Nou, vind er iets van, neem even de tijd om met pen en papier het opschrijven, app het naar een vriend, vriendin, je partner, weet ik wie dan ook. Schrijf in je agenda wanneer je het gaat doen. Ben concreet, hè? Maak het smart en dan kun je daarmee goed aan de slag. Hey, dank weer voor je aandacht. Dank dat je deze enorme reis met me meemaakt. En zoals altijd, breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar.